Want Sweetie Manspazi Day. Wat zoveel betekent als gefeliciteerd dat de ketens zijn verbroken. Het is vandaag Kitty Kotti en we vieren dat 160 jaar geleden, op 1863, in Nederland de slavernij werd opgeheven. Daar staan we jaarlijks bij stil en we vragen ons af wat de inwoners van Leidschendam hierover denken. Kitty Kotti, heeft dat voor u een betekenis? Niet zo heel veel. Ik weet wel waar het over gaat en ik begrijp het ook wel dat ze dat vieren. Dus. En waar gaat het volgens u over? Het breken van de ketenen van de Surinaamse bevolking. Daar heb ik wel gehoord dat Kitty Kotti, het is een soort feestje. Ja. En etentje, lekker eten of zo. Ik heb er wel eens van gehoord, maar ik weet niet precies wat het aanduidt, zeg maar. Het gaat over de slavernij, maar voor de rest zou ik het niet weten. De maatschappij is harder geworden, maar er wordt natuurlijk gelijk keihard gezegd van die mensen willen geld zien. Want Alexander heeft al een paar keer een excuus aangeboden. Dat al Tillen al geloof ik al, Suriname, weet ik het allemaal. En dan moet hij vandaag geloof ik, omdat het nu al 50 jaar is, moet hij weer zijn excuus aanbieden. Rutte heeft het al gedaan al. Het is natuurlijk wel erg. Mevrouw leest dat hij weet uit wat een ellende mee hebben gemaakt. Die mensen, die slavernij. Maar uiteindelijk dan denken de mensen toch van ja, ze willen geld zien. Maar ja, die mensen hebben het zelf ook niet meegemaakt. Het is allemaal die voorouders. En vindt u dan toch dat bijvoorbeeld de koning nog excuses nee, moet? Nee, vind ik niet. Nee, want hij was er ook niet op dat moment. Dus dan vind ik ook niet dat hij zijn excuses aan moet bieden. How important is freedom to you? I mean, for me the freedom is like the first principle of my life. If you are free, you will be happy. Like my principles, some freedom, love, and then the money. And where do you come from? I'm from Spain. Spain? Yeah. So, did they also have slaves in the days? Yeah, probably. When Spain was the first country in the world, like when the American and Philippines, probably they for sure have a slave. In de westerse wereld is geen slavernij meer. En dus ja, dat vind ik dan minder relevant als een bevrijdingsdag of een doodherdenking. En u vindt dan ook dat er bijvoorbeeld geen herstelbetalingen gedaan hoeven nee. te worden? Nee. Niet zolang Nederland op zijn gat ligt. Want bedoel, als mensen nog steeds in armoede leven, dan vind ik toch dat voorgaat op dit moment. Bedoel, we leven nu niet 150 jaar geleden. Dus eigenlijk moeten ze gewoon betalen, ja. Ook Indonesië, ja, daar komen mijn ouders vandaan. Ja. Oh, dat was ook een kolonie. Ja, en daarom. Ja, en dus wat voor gevoel geeft dat dan? Ja, kijk, ik heb het zelf niet meegemaakt. Hè. Het is meer mijn ouders uit die tijd. Dus, maar ik snap wel dat er een vergoeding tegenover staat. Ja. En wat zou dat opleveren? Wat zou dat opleveren? Of wat moet het opleveren? Wat zou het opleveren? Ja, een beetje een soort goed gevoel wat je eraan overhoudt. Maar het neemt nog niet weg wat er gebeurd is. Het is voor de bevrijding van de slavernij, toch? Dat klopt. Ja, toch? Ja. Ja. En dat is, wat betekent dat voor u? Voor u, ja. We zijn blij dat dat afgeschaft is. Zeker, de slavernij. Iedereen moet vrij en blij zijn, toch? Om te werken waar hij is. Vindt u dat er ook excuses gemaakt moeten worden? Ja, dat is op zeker. Daar moeten echt excuses gedaan worden. Daarvoor. Ja, waarom die mensen hebben geleden.